Dan hebben we ook nog Wolter Wiebos op trombone. Want die is de hoofdsolist in het eerste stuk. Dat eerste stuk is zelfs naar hem genoemd. Dat heet WWW in W. Dat betekent Wolter Wiebos weer in Welling. En Wolter Wiebos. Wolter. 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 Jongens, we beginnen zonder Wolter. Ja?
Het laatste stuk was dus Stella by Starlight. Een stuk wat meestal in een veel sneller tempo gespeeld wordt, maar het kan ook heel goed in zo'n langzaam tempo. Het volgende stuk is een van de dingen die gedrapeerd zijn rondom een van de muzici die u vanavond hoort. En dat is in dit geval, is dit, als ik mijn administratie hier op goede volgorde heb liggen, is dit Maarten van der Grinten. En Maarten die speelt gitaar, zoals u begrijpt. En we gaan een stuk spelen wat heel hoog begint en tamelijk laag eindigt. En ja, dat vond ik zo eigenaardig aan het stuk dat ik het ook maar een titel heb gegeven die daarop lijkt. Namelijk Parachuting. En dan nog wat. Parachuting. Maarten. Thank you.
Het stuk dat we nu gaan spelen heeft een merkwaardige titel. Han de Vrie, staat er. Dat is eigenlijk Han de Vrie. Dat is eigenlijk Turks. Dat betekent het tijdperk van de grote Kaan. Maar tegelijkertijd is het de afkorting van een van onze vaste luisteraars in Café Welling. Namelijk Han de Vries. En ik hoop dat hij vanavond hier aanwezig is. Ik hoor niks, maar ja, hij is er wel. Maar zie je wel, hij is er wel. Goed. En, want het werd tijd. Er zijn een aantal stukken. Dat zijn zogenaamde. Hoe heet dat? Passacaglia's. En dat is een hele oude muziekvorm. En ik ben in de band van die vorm geraakt. En dat zijn bas. Patronen die zich herhalen. En nou, er zijn hele beroemde passacaglia's in die muziekgeschiedenis geschreven. Dus noem maar op. Brahms heeft het in een symfonie gebruikt. Bach heeft een hele beroemde passacaglia voor orgel geschreven. Purcell, noem maar op. Die vroegere componisten uit de middeleeuwen. En de allervroegste vorm van de passacaglia heb ik een beetje proberen uit te pluizen, zover men daarvan op de hoogte is dan natuurlijk. Is eigenlijk ook zo'n baspatroon. En vandaar dat ik ook nu opeens die verbinding zag met het soort musiceren wat wij hebben met improvisatie erbij. De wortels van die passacaglia liggen ergens in de 13e eeuw en waarschijnlijk nog vroeger. En het is eigenlijk een heel eenvoudig uitgangspunt, namelijk je hebt een baspatroon van enkele noten. Dat kunnen er in het geval van Zuid-Amerikaanse ritmes. Dat is eigenlijk het principe van een passacaglia. En alleen bij Bach loopt dat, is dat wat uitvoeriger. Dan heb je bijvoorbeeld. Nee, laat ik het een octaaf lager doen. Zo'n patroon wordt dus steeds herhaald en dan met steeds andere variaties. En ik weet er niet precies hoeveel keer dit herhaald wordt bij Bach in dat stuk voor orgel. Maar dat is gigantisch. Ik weet het niet, misschien 32 keer of iets dergelijks. En dan moet je natuurlijk van goede huizen komen als componist om dan te blijven boeien met steeds maar datzelfde patroon wat zich herhaalt. Wij gaan nu een passacaglia dus spelen. Op het thema wat ik zelf bedacht heb. Ik zal het even voorspelen. Maar ja, u hoort het eigenlijk wel straks. Maar. Ik speel het nu ietsje sneller dan eigenlijk moet. En dan gaat hij weer overnieuw. En dat idee. Eigenlijk kan je dat ook in boogie-woogie, in de jazz, kan je dat terugvinden. Zo'n piano-stijl met zo'n figuur in de bas wat zich steeds herhaalt. En in het algemeen zou je kunnen zeggen dat zoals in de jazz wordt geïmproviseerd met een akkoordenschema, dat het zeer verwant is eigenlijk aan deze muziekvorm. Goed, dus Han de Vrie. Passacaglia. Thank you.
Speciaal geschreven is om de bassist een beetje naar voren te laten komen. En het heet high tea, maar als u denkt, dan denkt u misschien aan thee drinken, wat vooral Engelsen doen, omdat high tea genoemd wordt om 4 uur 's middags of zo. Maar het wordt erg een beetje anders geschreven. High microfoon. Wat? Oh, sorry. Ja, neem die kwalijk. Neem die kwalijk. Ik had het over de Engelsen die dus high tea drinken om 4 uur 's middags. Want zo heet dit stuk, high tea. Alleen, je schrijft het heel anders, namelijk H-I. Dus hallo, tea. En de tea slaat op Thijs, onze bassist. Hallo Thijs, high tea.
Dat klinkt gek op dit moment, maar we zijn alweer aan het laatste nummer toe. En, maar dat is wel een heel lang nummer hoor. En dan hebben we misschien nog wel een kleine toegift ook. Als u echt aan blijft dringen. Maar dat is niemand verplicht natuurlijk. Maar het stuk wat we nu gaan spelen, dat is eigenlijk al ontzettend oud. Dat heb ik pakweg 60 jaar geleden ongeveer heb ik dat geschreven. En dus toen was u nog niet eens geboren zelfs. En ik hoorde daar een hele oude stem protesteren. En het is genoemd naar een schrijver die in die tijd ontzettend populair was, Simon Finkenoog. Want dat was een echte hippie natuurlijk. En dus ja, dat hakte er wel in. En dat was de geest van de tijd. En Finkenoog was zijn achternaam en daar is het stuk dan ook naar genoemd, Finch Eye. Dat slaat nergens op, zelfs Engelstalige mensen met Engels als moedertaal, die hebben mij dikwijls gevraagd, wat is dat eigenlijk, Finch Eye? Is dat een vogel? En toen heb ik maar verteld, nee, dat is een dichter. Maar ja, het is natuurlijk een vogel, een vink, dat klopt. Maar die oog, dat klopt weer niet natuurlijk. Goed zo, we gaan Finch Eye spelen. Thank you.
Emma Breedveld. Ja, nou kom ik weer op jullie aan, wat verdomme. Oene Vergeel. Maarten van der Grinten. Steve Altenberg. En Thijs. Zie wel, wist dat ik één naam zou vergeten. Thijs Klaassen. Ja, bij Kleist Staes en Wolter Wierbos natuurlijk. Bij Klaas Thijssen moet ik altijd... aarzel ik altijd, want dan ben ik bang dat ik hem Thijs Klaassen... Oh ja, zo heet hij ook, hè? Ja, sorry. Goed. Nou ja, dit was het laatste nummer. We spelen nog even een kleine toegeving. Thank you.
Thank you.